Wij zijn begonnen, na de verkennende gesprekken, zijn we begonnen met het formuleren van de algemene visie op het paardenrecht voor de komende 4 jaar. En bestuur en regio. We hadden gepland aanstaande vrijdag helemaal klaar te zijn en daarna. Of dus volgende week om uit te gaan nodigen. U merkt het als we hier vandaag zitten dat er tussen dus iets gebeurd is. En dat iets is dat wij veel sneller gingen dan verwacht. Omdat die andere boxen, die raakten niet gevuld. Er zijn geen grote controversiële thema's geweest waarop wij met elkaar moesten zeggen, nou als we dit nou niet helemaal met elkaar eens zijn, dan klopt het niet of dan gaat het niet. Gebeurt er dan niks in dat programma? De groenstructuur, de bijenconvenant, maar ook niet onbenoemd laten om het groene karakter van dit dorp te willen blijven beschermen. Maar de conclusie is wel, we kunnen er niet aan denken. Wij kunnen niet zonder de regio, want die regio is, dat weet ik ook niet, dat kan de Westerlee zijn, dat kan de Alkmaar zijn, dat zou een andere regio zijn. Maar wij kunnen zelfstandig blijven doen met elkaar samen te werken. Dat wordt dan ook proactief op ingezet. Dat is een halve vraag. Van bij ons willen jullie dat aanvinden, voor zover ik even snel verder kijk. Voor zelfstandig van de Willem, de jongerenwerk, voor zelfstandig van de buitendienst. Waarom is dat? Er staan er twee heel concreet in, dat is die van het theater. En ik durf mij niet te zeggen, maar. Het sportcentrum. Ja. Die staat dadelijk ook in. Die andere twee betreffen onderzoek van we moeten dus goed kijken naar onze taak. En dat is vooral hoe, hè, van dat moet gewoon gebeuren. Maar waarom doen we dat nou? Omdat wij denken dat we de voorzieningen willen behouden. Maar zijn onze inwoners, zo moet ik het zeggen, zijn onze inwoners niet beter af als het op een andere manier, een efficiëntere manier georganiseerd. Als daar ook nog een kostenvoordeel in zou zitten, is dat mooi meegenomen. Dat is niet alleen voor onze partij een lastig probleem, maar ook ik wil daar even antwoord geven. Wij waren bereid gegaan tot 3,5 eigenlijk, en die transitie was wel een punt van, oké, dat kan ik me voorstellen, maar 3,8, dat was nog eigenlijk te ver. Mm-hmm. Nou, ben ik coalitie aan het onderhandelen, dus dat is geven en nemen. Nou, dit is het punt waar wij het langst over hebben gedaan. Uiteindelijk heeft deze wijze coalitie het totale kiesprogramma van GroenLinks overgenomen. Nee, het was inderdaad een punt van discussie en ik vind dat we daar goed uit zijn gekomen. Het is dus niet onze voorkeur, maar goed, het feit dat je een coalitie vormt betekent dat je met elkaar zoekt naar een optimum met elkaar. Ik ben er trots op voor te mogen zetten die ik grotendeels al in de stijgers heb mogen zetten, waar nog steeds het nodige werk in zit om te mogen klaren. Dit akkoord wat we met elkaar gesloten hebben zegt ook heel erg veel over bestuurstijl en wat er van bestuurders verwacht wordt. Dat is wel een beetje nieuw. We hebben dat ook nog eens op het bord op de banner gezet. Omdat we waarde moeten mogen maken, betrouwbaar, transparant, degelijk en duurzaam. Het is niet eerder dat wij zoveel, behalve die vier, zouden in het akkoord ook echt eisen. Als je met elkaar iets van wil maken, dan moet je ook bepaalde competenties hebben.